Hallo back Legion en welkom bij de Unicorn Boss Fight of zoiets. Wij moeten de Painter gaan verslaan. Au. We zijn bijna dood. Niet zo positief is. En die dude heeft nu een clown getekend. En elke keer heeft hij een fucking painting, die moeten wij doodmaken en dan vervolgens moeten we hem op zijn bakken slaan. Waar ik nu mee bezig ben, wat wel een beetje idee. Gaan we gelijk even naar beneden. Hey, kijk, push je mouw. Auw. Push je mouw is gemeen. Oeh, fuck. Nee, 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 nee. Oh, ik nam een potion in. You bitch. Alright, Wizard Castle Interior. Dat is goddank niet zo heel veel lopen trouwens. Een klein stukje, een paar lui bevechten hier. En dan zijn we er. Ik kan dan trouwens beter even exit the map doen, yes. En dan gaan wij naar de shop toe. Gaan we heel even twee potions kopen. Gaan we weer terug naar de map. Gaan we weer naar boven. Dan hebben we tenminste die potions erbij. En die potions zijn op zich wel belangrijk. Want zonder die potions gaan wij waarschijnlijk dood, mij kennende. En we levelen nu zometeen. Dus dat is ook nog wel handig. Ik denk dat als we levelen, want dat zal nu zo'n beetje zijn. Als we deze vier lui killen. Dat we er dan ook weer even uitgaan. Want dan hebben we nog net die ene damage mee, of die ene HP dingen, of agility, dat is net dan wat ik ook gewoon kiezen van de dingen, maar... Dat zien we dan wel. Au. You bitch. Die. You infidel. Dank u. Muntje. Muntje, muntje, muntje. Heel blij met muntjes. Yay, zelf lukt. 37. Oh, dus nu we gaan doen is exit the map. Yes. En dan krijgen we die stat shit inderdaad. En dan denk ik dat we voor strength gaan gewoon. Oh, maximize strength. We kunnen het niet resetten. We gaan gewoon maximize strength en dan er weer in. En dan moeten we weer vechten. I know. Maar dan hebben we net iets meer damage mee. En dat kan net betekenen dat we dat langer overleven en dat de lui net snel doodgaan, et cetera, et cetera. Zoals die dude, die ging al een stuk sneller dood op zich, had ik het idee. Dus dat is dan alleen maar positief. Kijk, want er zijn nu al een paar lui dood. En wij hebben vrij weinig HP er vanaf, dus dat is per fucking fact. Auw. You bitch. Oh, die fucking dinges afschieten en zo, hè. Tront is dan. Nou, die fucking spawn rape. Food. We krijgen gewoon geen food, hè. Is dat voor corrupte bende? Zijn er maar twee? Oh, nee. Ja, voor mij waren het toch meer, man. Food! Me wants food, me needs food. Run to the food. Ik wil zo lang mogelijk uitstellen natuurlijk. Ah, for fuck's sakes. Om potions te gaan gebruiken, wou ik zeggen, maar toen ging wel dood. Ik hou van daar, ik pakte die shit op en denk, dat moet net willen, die lui killen, dat moeten we ook nog net kunnen met HP wat we hadden. En dan bij de boss fight passen die potions gebruiken. Echt zo lang mogelijk natuurlijk uitstellen om die shit te gebruiken, maar... Dat werd mij niet helemaal gegund door de game helaas. Nog een muntje. Die. Dank u. Ging er gewoon bij liggen die gast. Ja, nee, ik ben moe. En paf, dood. Daar hebben jullie allebei tegelijkertijd graag. Nou ja, ons beurt er mag ook wel. Dat is het probleem ook niet eigenlijk. Oeh, damn.
Jullie hebben wel zieke attacks, moet ik zeggen. Eerlijk is eerlijk. Jullie hebben wel zieke attacks. Maar ja, ik ook. Vandaar dat ik nu zijn tweede deel van zijn lichaam nog een beetje in elkaar aan het slaan was, omdat het kon. En wat ik zo snel moet doen is zo snel mogelijk gewoon één iemand pakken en die neerrachen. Dat hij zo snel mogelijk dood is en dat hij misschien iets dropt of dat in ieder geval we door minder laag geraped worden in één keer. Wat ook ideaal is natuurlijk. Die. Dank u. Want bij die painted dudes zijn we echt veel dingen nodig. Eerlijk is eerlijk. Bij die painted dudes zijn we echt veel potions nodig. Dat is niet zo makkelijk als ik dacht dat het zou zijn. Daar hebben we hem. Auw. Wat is hier rechts? Niks. Boze adelaar. Kunnen we die shit nou echt niet kapot maken ofzo? Jawel. Dus als we het gewoon rustig aandoen en elke keer dodgen en gewoon magic gebruiken, dan komt alles goed. Zoals nu. Puur omdat ik in die vertrouwen ga ik even mijn potion gebruiken. Ik zie het al gebeuren dat we zo neergaan door iets. Oh, die kennen we nog niet. Au. Ik wou mee op zijn platform. Waar mag dan die game? Hij heeft het tegen en wat ook. Die gast die kan echt niet tekenen. Damn. Een overleden hond kan dat nog beter. Au, 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 au. Ah, als ik niet van zijn platform afga, dan tekent hij gewoon belachelijk veel dingen. Wat de fuck is dat voor neus? Neusslag. Hey, kijk die unicorn weer. Lang geleden. Hey, kijk, en de clown. Hey, clown. Mijn baas is bijna dood, clown. Wat gaan we doen? Oh, for fuck's sake. Oh my god. Hij komt echt alles wat hij kan, volgens mij nu. Kijk, een olifant. Fuck. Niet in de fucking dingen komen, denk je. Oh. Ik zie hem niet meer. Al die rommel staat ervoor. Al zijn rommel staat ervoor. Die, hij is bijna dood. Gaan we ze pakken. Yay! Hij is dood! Jawel! Oh mooi, food! Yay! We hebben food! See food! See beautiful food! Heel veel muntjes en coins en... Shizzle minizzle. Yes! We zijn helemaal geregend qua food. We hebben nog 3 potions. Nog niet zo heel slecht. We gaan naar buiten weer. Kunnen we die kristal kapot slaan? Die kristal kunnen we kapot slaan. Dat duurt lang. Gaat niet heel snel dit. Ah, dat moeten we ook. Het is echt gewoon 4 boss fights. Dus die duty vliegt, werden. Ah nee, toch niet. Dus deze duurt met een kist.
echt gezellig. Oké. Is dat je enige attack, vriend? Oh nee, hij heeft ook vuurballen. Wauw. Ik suppose. Fuck is hij aan het doen? Ah ja. Die stuur moeten wij nog gewoon ontwijken, zeg maar. Wat is het idee? Ah ja, burnen, dat doet hem echt zeer, zo zien. Au. Want dat gaat redelijk snel. Zijn HP gaat redelijk snel naar beneden. En nou weer die... Die duurt weer, die moet toch ontwijken. Daar is niks speciaals aan eigenlijk. Kijk, een oog in die deur. Ben. Alright, run around, run around, and run around. Fish push, na 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 na. En dat was wel raar. Alright, dan moeten we wachten. Alhoewel, misschien kunnen we hem... ...zijn pakken slaan? Nee. Gewoon rond blijven rennen, geen risico's nemen. Oh, als dat ding van hem weer in die kist zit. En hij gespond is. Vol sprayen. Is goed. Hey, dat was raak. Dat was mis. Dat was raak. En hij zit op die klote kist van hem. Ah, bommen werkt niet. Sad face. Ik ga zo wel die potions gebruiken, denk ik. Gewoon, zoals ik al zei, zeker voor het onzekere. Ja, maar hij is bijna dood, een millimeter. Maar stel, één zijn vuurbal had ons gehit, dan waren we alsnog de lul geweest. Daar dat ouw mij dit verstand gelijk. Ga terug in je kist. Waarschijnlijk krijgen we nu heel veel HP. Oh nee. Dat valt mee eigenlijk. Ik krijg alleen maar muntjes, we krijgen geen eens HP. Muntjes. Money. Money, money, money. We krijgen wel aardig veel money van dit spul allemaal. Het is niet slecht. En kijk, een kristal. Ja, yeah, let's go. Bijna kapot. Yay, kapot. Ah, nummer 3. Boss nummer 3. Oh my god. Damn, dude. Wat dooie lui hier. Ah ja, tuurlijk spawnt hij al die lui. Dat was te verwachten. Daarom liggen al die dooie hier ook. Hij is wel fucking depressief trouwens. Als je nu doodgaat. Ik weet niet of we dit... Als ik ooit dit ga uitspelen. Dat klinkt heel raar misschien. Maar als wij zo doodgaan, en ik probeer het nog een paar keer en ik ga weer dood en dood en dood. Denk me niet dat ik eeuwig blijf proberen hoor. Op een gegeven moment geef ik het echt wel op. Dan zeg ik gewoon van jammer maar helaas, maar deze game wordt niet afgespeeld. En dan moet het wel leuk blijven. En al deze live battle op deze manier, dat wordt hem ook niet. Dat is een lang proces. Kijk, dat dacht ik al wel. Fucking bitches. Auw.
enige voordeel wat ik straks een keer heb. Au. Au, 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 nee, fucking spawn rape, want dat gebeurde net ook al. Fucking spawn rape. Is dat we level up gaan met een beetje geluk? Dan hebben we HP erbij. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Wat ons eventueel gaat redden. Voor de rest worden wij heel hard afgemat hier. Hij is te hard. Potion. Kon niet anders. Onze laatste potion. Nog meer lie, you serious? Dude. You fucking serious. Echt alle enemies. Ramp. Ah, we zijn bijna dood. We zijn dood. Er lag een appel, maar wij zijn dood. En dan kunnen we dus alles overnieuw gaan doen, hè? Daar heb ik echt geen zin in, om eerlijk te zijn. Ik hoop... Ik weet het daar zo zeker. Nou, je moet echt gewoon alles overnieuw doen. Het is niet zo van, hey, bossfight is klaar, die hoef je nou niet opnieuw te doen, die kristalsnotering. Dat vind ik echt wel verneukt. Ik vind dat ze die bossrooms gewoon apart moeten doen. Ook omdat je zeg maar, replay dingen hebt, je kunt elke bossfight een beetje weer opnieuw doen. Maar als je het dan doet, dat je gewoon elke bossfight apart kunt doen, als je puur de painter wil bevechten, doe je alleen de painter. Nu moet je eerst verplichte painter doen om vervolgens bij die derde duw te komen. Dat vind ik eigenlijk een beetje crap. Ik vind dat ze daar gewoon 4 aparte rooms van hadden moeten maken. Dat is ook makkelijker geweest, dan hadden we nou niet alles overnieuw hoeven te doen. En ik ben trouwens bezig voor levelen, voor de duidelijkheid nu. Ik probeer te zorgen dat ik level. Ondanks dat ik bijna dood ben. En ik weet dat we geen potions hebben. Die koop ik straks pas. Maar we gaan eerst weer dood. Maar dat is dus het enige waar ik even mee bezig ben. Zodat we 38 zijn. Iets meer HP of zo dan pakken. Dan zal dat vanzelf wel een keer... Het zal vanzelf wel een keer lukken, maar... Zoals ik zei, ik blijf niet eeuwig bezig. Het is een leuke game, maar... Nou, we zijn level up. Die dude is dood. Gaan we eruit. Exit the map, yes. En dan kopen we defense erbij. En dus ook HP. Gaan we naar de store toe. En ik denk dat we toch aapje meenemen, niet tijger. Aapje zorgt net voor iets meer drops van HP. Waar we wat meer aan hebben dan strength. Qua dat. Vandaar dat we aapje meenemen. Hallo aapje. Dat is tenminste mijn insteek. En we gaan even kijken bij de armory. Even kijken wat zijn beste wapen is. Waar wij het meeste wat aan hebben, laten we het zo zeggen. Die is heel goed voor agility, alleen damage minder, maar HP wel weer. Ja, dat is een lastige. Die is alleen voor magic. Strength en agility, magic minder. Alleen strength, alleen agility. Broccoli. Die had ik oorspronkelijk vast. Minder agility, maar wel strength en dinges. Hmm.
Dat is nog best wel lastig trouwens. Ik denk dat we gewoon voor deze gaan. Want die doet meer damage en we hebben iets AP erbij. Die agility die zal mij niet zo heel veel boeien. Zoals je wel merkt als je de stats page bekijkt. Ik denk dat we daar wel mee redden. Ik zal even laten zien trouwens in de desert wat diggen is. Kijk, daar heb je een klein kruisje voor ons. En dan kun je in diggen. Als je nou open dig, dan zit daar iets in. Zo werkt het diggen. Diggen zit altijd op zo'n spot ook. Een kut ding. Kom hier, jongen. Oh ja, en wat er gebeurt als je in zo'n zandkolk komt. Oh, god. Er gebeurt gewoon niks. Als je wii, dan sta je hier gewoon. Dus er gebeurt niks verder. Niet zo dat je doodgaat of zo. Nee. Hier hebben we een wapen. Dat wapen had ik al. Dat is die namelijk. Dus dat is niet echt nodig. Maar dan weet je tenminste hoe en wat dat was. Dat had ik nog niet laten zien. Dus nee, dat kan nog wel leuk zijn. Money! Exit the map. Yes, please. Thank you all very much. En ja, het enige is dus dat nog. Dus dat is een beetje fucked up. Want dat is nog niet zo makkelijk. We gaan even een arena fight doen en dan probeer ik die boss fight nog wel even te doen. In mijn eigen tijd en zover als we, zo gauw als ik weer ben waar we net waren, zeg maar. Redelijk in die buurt, dan start ik daar de volgende part wel. Zodat we alleen dat nog hebben en dan is dat de laatste part. Die. Daar gaan moeilijk dood, moet ik zeggen. Eerlijk is eerlijk. Daar gaan vertiefde moeilijk dood. Arena fights zijn wel goed om te oefenen. En iets wat ik heel weinig doe is blokken. Wat ik er veel meer zou moeten doen. Als ik meer blok, dan hadden we vaker geleefd. Ja, maar blokken werkt wel goed hoor. Dat zeker wel. En als je het goed timed, dan gaat het goed. Je kunt niet blokken en aanvallen tegelijkertijd, wat ik nou deed. Dat werkt niet, maar als jij goed blokt op zich. En dan een keer wegspringt of zo. Dan kun je wel langer overleven, maar ik ben er gewoon slecht in. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik ben er gewoon heel slecht in. Maar ja, ik ga proberen dit ding te doen. En zo gauw als ik bij het ding ben, dan ben ik heel blij ook. Probeer ik hem te verslaan. Voor een stuk al. Zodat we dat ook al hebben gehad. En dan fuck off. Dan gaan we daar de laatste twee boss fights doen. Move. Kijk, Monkey geeft ons zoveel meer food, hè. Monkey is wel beter dan Tijger, denk ik. Ook al deed die Tijger wel meer damage. Zorgde ervoor dat we meer damage deden. Maar we hebben meer aan food dan aan damage gehad. Als we maar langer overleven. Maar ja, ik hoop dat jullie het alsnog een leuke part vonden. Als je het leuk vond, geef een thumbs up. Deel het met je vrienden. Zet hem in je favorieten. En zie ik jullie weer in de volgende en laatste video. Later. Van deze game trouwens. Ho. Voor dat iedereen gelijk. Laatste video. Nee, het laatste part bedoel ik van deze game. Later.